Op gebied van de schilderkunst staat Paal niet meer in haar kinderschoenen. Na Ludo Laagland, Jan Hoogsteins en Staf Beerten, die reeds in grote vermaardheid verwierven, komt nu Marie-Paul Heilige de rij aanvullen. Op 1 augustus hield zij de vernissage van haar eerste werken in Galerie Artepik te Lichtaard. Deze tentoonstelling werd geopend door de heer De Keulaar, kabinetsattaché van de minister van Nederlandse Cultuur. Onze alom gekende zanger Louis Neefs trad op als artistieke Peter. In talrijk kunstminnend publiek wenste onze jonge artieste veel geluk met haar eerste werken.